even kort over mezelf. Ik ben Béatrice de Mailleu en ik ben co-founder van Pimentemap samen met Cédric Donk. Dus die tool hebben we samen in 2013 gecreëerd. Waarom? Iedereen kent de Business Model Canvas. Business Model Canvas gaat jullie helpen met het identificeren van de belangrijke aspecten van een businessmodel. Maar wij vonden wat er ontbrak op de markt, dat ze iets dat helpt om het valideren van het model. Dus identificeren is één ding, maar echt het gaan valideren en het meten van de sterktes en de zwaktes ontbrak. En dus met heel veel denkwerk en algoritmes zijn we tot dit model gekomen. En het geeft in feite een resultaat waar dat je heel veel zaken kunt gaan uitleren van waar dat er aan gewerkt moet worden. Dus een Pimentemap maken helpt u, geeft u ook een rapport, je gaat die Pimentemap zien, maar het interessante is ook heel de interpretatie van die map. Okay. Wat deed ik daarvoor? Ik heb lang bij Microsoft gewerkt, dus ik zat meer in grote bedrijven. En daarvoor bij Telenet, steeds als business development. Bij Microsoft vooral digital marketing. Naar B2C, dus al het marktomgebeuren van alle producten, behalve Xbox. Spijtig genoeg, maar dat is het er niet. Dus voilà, en zelf dan ondernemer geworden in 2010 en dan 2013 met Cédric. Oké, okay. Sorry. Gewoon een vraagje, wie van jullie heeft er de training van Business Model Canvas al gedaan hier? Oké, jullie twee niet. Dus hoe dat we het deze voormiddag gaan doen, een klein beetje theorie. En nadien gaan we allemaal in Pimentemap loggen en gaan we door de vragen heen en jullie gaan het allemaal voor zichzelf in feite invullen. Maar we gaan het heel interactief doen, dus jullie gaan elke keer ook vragen kunnen stellen. Dus aangezien we niet met zoveel zijn, gaan we het ook interactief doen, maar dat we het stap per stap door die 18 vragen kunnen gaan en dat jullie het ook zo. Heeft er iemand van jullie al een Pimentemap gemaakt? Uit curiositeit, oké. Okay. Ik heb vorig jaar op Enter Management School Innovation Entrepreneurship gestudeerd en dat is allemaal goed. Ah ja, door wie? Maar mijn collega komt straks aan even. Ah ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, is goed. En jij altijd gewoon uit... Ik zit in een check van Voka. Ah ja. En die heeft dat ook voor. Ja, inderdaad. Dus wij hebben in feite Voka getraind om het te kunnen doen. Dus een trainde trainer in feite. Ja, oké, okay, super. Maar we gaan toch deze keer herdoen en dan zien. Want aangezien, het is niet alsof jullie het gisteren gedaan hebben. Dus nu gaan we kunnen zeggen... Bij Voka heb ik maar heel kort gekregen. Dus maar puur eventjes invullen. En ja. Dus. Ja. Oké, okay, ça va. Pimentemap, wat is dat vooral? Hebben jullie ook al het boek gekregen van Startit? Nee, dus dat gaan jullie ook krijgen nadien, maar dat echt alles uitgeschreven staat van de interpretatie van de resultaten. Dus vooral, wat is Pimento? Is dus de website die gratis te gebruiken is, hoeveel keer dat je ook wil. En dat genereert ook een rapport dat ik nadien, jullie gaan die ook kunnen gaan lezen, een 15, 16-tal pagina's, die een persoonlijk rapport is op de Pimentemap, een boek en een academie. En voor wie is het vooral? Voor alles wat dat project opstarters zijn, start-up founders, intrapreneurs, ook in investeerders, business angels. Ik zit bijvoorbeeld in een investeringsfonds en we krijgen zoveel dossiers en op een bepaald moment hadden we de vraag van, ja, maar op basis van welke criteria kunnen we ergens een objectief manier hebben om feedback te kunnen gaan geven van de maturiteit of hoe goed het project is op dat moment. Dus het helpt wel inderdaad om op basis van dezelfde criteria's zaken te gaan vergelijken. Wat dat wij ook zeggen is, in heel het traject van het gaan bewerken en bedenken en werken op jullie project, ga je inderdaad van ideation, design thinking. Ik weet niet of jullie die hier of ergens anders ook al hebben kunnen volgen, die training? Nee? Nee. Oké, okay, is goed. Maar dat ga ik ook eens aan Tom zeggen of aan de planning hier van de academie. Want normaal gezien is heel het ideation echt diep gaan in wat dat de customer needs en pain zijn van elk van jullie projecten. Is het belangrijk om het goed te verstaan van oké, ik zit goed niet gewoon met een idee dat een technologisch kunstje is of iets dat ik denk dat er inderdaad wel een vraag op de markt is, maar dat je echt heel duidelijk en heel diep gaat gaan in de insights van je klant. Dus ideation, business model canvas hebben jullie gezegd dat jullie... Hallo. Ja, we zijn 5 minuutjes geleden gestart. Geen probleem. Ik ga dan gewoon misschien even vragen dat jullie zich voorstellen. We hadden juist een tour de table kunnen doen van iedereen. Dus jullie zijn collega's, oké. Okay. Misschien nu even voorstellen. Giel Valkeners van House of Projects. Ik ga eens gewoon het
krijgen. Ja. En hij had gezegd dat jij al... Nee, het was uw collega van achter. Ja, sorry. Oké. En u? Ik ben Martin van Leeuwen. Ik ben hier sinds dit jaar. Een start-up dat het afval van stukken doos neemt. Van wat? Sorry hoor. Stukken doos, het gipsafval. Ah ja, oké. Stukken doos, dus ja. tegen de gesmeerd. Daar heb ik een proces voor ontworpen om dat materiaal te kunnen transformeren naar een bruikbaar bouwmateriaal. Ja. En daarmee maak ik nu interieurproducten. Ah ja, dus een heel de wave van reuse en... Circulair proberen te doen, zodat het kan gebruikt worden. Ja. En nu voor andere toepassingen op zoek met designers en architecten. Ja. Oké, heel leuk. Ja. Goed. Ik had even een intro gedaan dus voor Pimentemap. Pimentemap vooral dus is een boek, is een website. Vandaag gaan we doorheen de tool gaan. Ieder gaat voor zich een Pimentemap doen. En we gaan elke keer in feite per stap en per vraag jullie vragen stellen en de zaken in gaan invullen en zien wat dat de resultaten zijn van... Oké. En wat ik hier aan het uitleggen was, is in heel die chronologie van een idee. Design thinking is een goede manier om echt heel diep te gaan in wat zijn juist de customer insights en customer pains. En waar dat jij in feite met een project een antwoord kan geven aan een customer pain. Business model gaan vast gaat je helpen om het business model te gaan definiëren. Dus echt per stap hebben jullie, ja, jullie zijn met twee, maar heb jij al een business model kan vast gedaan voor je... Voor uw project? Ja. Oké. Dus dat identificeert in feite alle negen belangrijke pijlers, maar dat valideert niet. Het geeft je geen indicatie van de maturiteit of van uw sterktes en uw zwaktes. Oké. En wij zeggen van oké, Pimentemap helpt u in feite om dit te gaan assessen en hier dieper op in te gaan op maturiteit en op sterktes en zwaktes. Oké. En dan het laatste is inderdaad wat alles wat met lean startup effectuation en zo, van hoe ga je dan in feite te werk gaan om het te lanceren of nadien dus met de korte cyclies van een lean startup. Oké. Dus in die chronologie zien we graag de zaken gebeuren bij ons. Dus waarom ook Pimentemap? Ten eerste objectiviteit. Dus als jullie een Pimentemap doen en jullie mentor of jullie coach of een prof of uw co-founder bijvoorbeeld, jullie met twee... Het geeft een zekere objectiviteit aan de retour en zet jullie dan niet te veel met emoties ook. Van, je ziet duidelijk van oké, waar staan we vandaag? Collaboration, juist als je het met twee doet. En wij hebben zo soms al een keer co-founders gehad waar dat de een zwaar in het rood zat en de andere zwaar in het groen voor eenzelfde project. En die werkten samen. En dus daar was het interessant om te gaan zien van oké, hoe komt het dat iemand het allemaal heel positief ziet en iemand anders op hetzelfde moment, hetzelfde tijdstip, het meer negatief zegt. Dat maakt het natuurlijk ook mogelijk om het te gaan vergelijken. Dus heel gemakkelijk te gaan vergelijken van oké, waar zie jij sterktes, waar zie ik sterktes? Zijn we goed aligned in het idee? Feedback geven. Zelfde ook als uw mentor het doet en jij het doet. En er zijn grote verschillen. Dat zijn misschien dan juist de punten waar dat er een gesprek interessant is om die te gaan uithalen en zien waar dat er verbeteringen mogelijk zijn. En follow-up. Wij raden aan om het zo één keer per trimester om de 3-4 maanden te doen en zo het zien evolueren. Voor de 200 jullie die er al eentje gedaan hebben, normaal gezien zou je ook een evolutie moeten zien, hopelijk. Oké. Business model canvas hebben we gezien. Dus hoe... Hoe is de Pimentemap onderverdeeld? Er zijn 18 vragen. 18 vragen waarvan hier dus echt wel de kern van die Pimentemap zijn de 4 puntjes hier in het midden. We gaan er in detail doorgaan. En dan kostenstructuur en revenue en cost structure. En dan die 4 kwadranten die hier staan. Hier heeft alles te maken met de vraag, dus echt wel uw customer, uw klant zelf. Hier met het aanbod van wat dat jij hebt, wat dat de competition aanbiedt, dus wat dat de offer. Hier heeft alles te maken rond financiële aspecten, funding, maar ook alle korte termijn of middellange termijn financiële aspecten. En hier is het meer het human, het team. Dat kan networking zijn, dat kan partnership zijn, dat kan competenties zijn van je groep. Dus hier is meer alles wat dat met people en team te maken heeft. Dus dat zijn de 4 grote kwadranten. En door die 18 vragen heen te gaan, ga je elke keer een kleurcode gaan geven
van hoe sta je vandaag ten opzichte van dat punt. Okay? Pimentomap is een site dus waar dat we nu ook direct gaan inloggen. Dus jullie kunnen computer open doen en naar pimentomap.com gaan. U kunt al direct inloggen dan op, allez, inloggen in, dus op pimentomap.com gaan. En wat is het proces, als ik me niet vergis? Login, voor wie dat een login al heeft of sign-up. Daar gewoon een account maken, want ik ben nu al ingelogd. Ja, jullie kunnen ofwel via sign-up ofwel via dat. En normaal gezien komt er dan een... Ik weet dat ze af en toe een beetje AB-testing doen op het login-platform. Lukt het? Normaal gezien krijg je dan een... voilà. Dan create new map, rechtsbovenaan. Als er vragen zijn, al direct in verband met de zaken in de Pimentomap, vraag ze direct. Hè. Als dat niet voor Nadine, dan kunnen we... Is iedereen ingelogd? Ja? Ik heb een wachtwoord nog aan te raden. Anders... Zelfs een beetje naar kijken. Ja, aan ja, het raden. De beamer is, het scherm is niet heel duidelijk. Maar jullie zien het toch ook voor jullie. Dus waar dat we gaan, is iedereen ingelogd? Nu heeft iedereen een map voor zich? Een blanco? Ja? Oké. Waar dat we dus eerst mee gaan beginnen, zijn die vier kwadranten hier in het midden. Die de customers zijn, de value proposition, image en channels. Oké? Okay? Wat klinkt er in jullie als je die vier kwadranten hoort? Herkenbaar? Ja, inderdaad. Dus dat zijn vier belangrijke pijlers van die business model canvas dat wij hier hebben overgenomen. Er is eentje dat niet in de business model canvas zit, maar dat voor ons wel belangrijk is. De image, ja. Dus wat dat voor ons belangrijk was, is te zeggen van oké, uw klant is sowieso al het belangrijkste van alles. Value proposition is ook, wat gaan jullie verkopen aan die klant? Wat heeft er voor die klant waarde dat hij zijn geld gaat geven? Channels gaan we ook zien, dat is alles wat dat met verkoopskanalen en communicatiekanalen zijn. Maar dat die image, vanaf het begin vinden wij dat het al belangrijk is, welk imago... Perceptie dat je wilt dat die klant ook van je bedrijf, van je eigen, van je merk, van de kleuren van je merk, van je marketing, van je tone of voice, van noem maar op, welk image dat je wilt dat die klant van u heeft. Het gaat voor u ook nadien gemakkelijker zijn om het te doen groeien, om mensen in dienst te nemen die ook ergens een relatie vinden of voelen met je image. Dus het maakt het gemakkelijker om nadien bij het groeien van je bedrijf ergens een consistentie te gaan houden, een consequent gevoel. Dus die image hebben wij wel in het centrum van de Pimentomap gezet. Okay? Wat dat de bedoeling is dat we gaan per vraag doorheen gaan. De omschrijvingen hier rechts... zijn ja, een beetje guidelines, maar aan zich no rocket science. Jullie weten wel, als we klant zeggen, wat dat inhoudt. En geeft een groen als je zegt van ja, ik heb heel duidelijk mijn klant gedefinieerd, omschreven, al gemeten, focusgroepen gedaan of niet, questionnaires. Allee, dat je dat heel duidelijk in kaart hebt gebracht. Klanten, wie zat hier allemaal met een B2B? Ja, wie is bij je klant bijvoorbeeld? Het is de school, hè? Ja, de school. Ja. Oké. Okay. Dus toch B2B voor u? Ja, het kan twee kanten op het moment focussen op consumer. Oké. Okay. Die zelf die materies willen gaan kopen voor hun bouwwerken of voor of meer kunst dan? Dus eerst de consumenten die de fysieke producten van mij kopen. En maar een andere manier is om het materiaal te verkopen aan ontwerpers die er zelf iets mee doen. Ja, oké. Bij mij is het eerder B2B2C eigenlijk. Ja, maar dan nog, wat is uw eerste klant? Zal uw B zijn? Uw B zijn eerst, ja.
B2B, hè? En bij jullie? B2B. Eigenlijk zou ik werken met leasingmaatschappijen. Oké. Die dan extra. Oké. Okay. Ja, die dat aanbieden als een service. Ja, oké. Okay. En bij u? B2C. Dus jij bent in feite de enige. Wacht, wat was het weer? Inclusiehuizen. Ah, ja, inderdaad. Ja. Ja, oké. B2B of B2C, welke manieren zijn er in feite om die klant goed te kennen en te omschrijven? Hoe zou je bijvoorbeeld zeggen van, mijn klant is een B2B, wat zou je allemaal moeten weten van die klant? Om groen te kunnen gaan geven, om te zeggen van, ik weet volledig wat dat mijn profiel is. Dat mijn klant. Ja, dat zit meer in die value proposition. Locatie, zijn klanten, challenges. Zijn het bijvoorbeeld de grote bedrijven? De inkoopdienst werkt. Ja. Wie beslist? Dus dat is bijvoorbeeld ook een interessante. Wie beslist er in dat bedrijf? Vaak als het een heel groot... ik neem nu een voorbeeld. Microsoft België. Zij hebben een aantal beslissingsmogelijkheden voor een aantal zaken, maar ook heel veel punten waar ze helemaal niet mogen beslissen wat er gebeurt in Redmond. Dus soms, grote bedrijven, ga je zeggen van, ik probeer dat aan te verkopen, dat is al 9 maanden dat ik bezig ben, maar in feite hebben zij geen beslissingskracht voor bepaalde dingen, niet. Hetzelfde voor Coca-Cola bijvoorbeeld. Een KMO, ga je zeggen van, in die KMO heeft inderdaad wel de aankoopdienst beslissingsbevoegdheid. In een andere KMO ga je zeggen van, ah nee, de enige die mag beslissen is de directeur, de bedrijfsleider. Dus alles moet via hem passeren. Dus het gaan in kaart brengen van, oké, mijn klant gaat enkel maar een KMO zijn van maximum, 150 werknemers bijvoorbeeld. Dus dat je dat heel goed in kaart brengt van welke grootte van bedrijven, wie beslist er? Wat bij de beslisser ook bijvoorbeeld, in wat... netwerken is hij. Is hij dat iemand die bijvoorbeeld lid is van Voca, Unizo? Wat soort mailings dat die persoon leest? Is dat iemand die bijvoorbeeld heel actief is via LinkedIn? Meer en meer nu bedrijven doen aan inbound marketing via LinkedIn. Er is niets meer frustrerend dan als het slecht gebeurt. Een aantal mensen dat ik krijg ik via LinkedIn, waar je zoiets hebt van, oh god. Dus LinkedIn kan heel goed gebruikt worden, maar kan ook heel slecht gebruikt worden. Dan is het meer frustrerend dan iets anders. Dus echt het gaan in kaart brengen van waar dat die mensen zijn, wat dat die doen. Zelf ook soms gaan tot in welke hobby's dat die hebben en waar dat je inderdaad die mensen kunt gaan aantreffen. En hoe dat je inderdaad in contact gaat komen met die mensen. Als je zegt van, mijn klant is een B2B, voornamelijk dat, en dat zijn bedrijfsleiders van bedrijven van 500 man. Het zou mij verbazen dat die veel op Facebook zitten, bijvoorbeeld. Dus, en als je dan ook nadien gaat zeggen van, we gaan dan inbound marketing gaan doen, zorg dat je dan op die goede kanalen bent. Dus eerst al gaan kijken van, wie zijn die klanten? Voor een B2C, duidelijk gaan zeggen van, oké, personas gaan maken. Hebben jullie van personas al gehoord? Dus bijna, ja, een portrait robot, dus echt gaan uittekenen van... wie is die persoon? Hetzelfde ook van waar woont hij? Waar gaat hij met vakantie? Wat soort merken draagt die persoon? Of koopt die persoon? Wat voor auto dat die persoon heeft? Dus in feite het omgeven en de belevenis van die persoon gaat het nadien voor jullie gemakkelijker maken van het kiezen van hoe ga ik die persoon gaan aanspreken? Via welke kanalen ga ik die aanspreken? Dus echt heel in detail gaan van wie dat uw klant is. En dus inderdaad personas gaan maken voor of een B2B of een B2C. Is altijd een nuttige en grappige oefening om ook samen te doen. Oké. Dus nu aan jullie hier om nu een code te kunnen geven. Wie zit er in het groene? Wees gewoon het zo objectief mogelijk ten opzichte van... Je moet niet te streng zijn voor je eigen, maar ook niet te los. Wie zit niemand in het groen? Geel? Jij? Ah ja, sorry. Ja. Eventueel wel groen, ja. Ja, oké. Ik weet perfect bij, zeker nu voor de test en voor de eerste lancering, dan wij in België gaan. Dus zeker Vlaanderen. Vlaanderen, ja. Wat soort scholen bijvoorbeeld? Elke school. Dus... Dat is ook al een moeilijke, nee, want elke school... Welke regio bijvoorbeeld? Scholen waar het moeilijker gaat of scholen waar er echt een elite zit? Dus ja, van kijk, voor de test moet je dus ook weten mogelijk segment.
assortiment van scholen te hebben. Dus we zijn op zoek naar 5 scholen, lagere school, en dan een ASO-school, eventueel deeltijdse school, BSO-TESO-school, en ja, een bijzonder onderwijsschool. Dus dan weten we echt welke type school zal ons platform voor welke dingen het meest gebruiken. Maar we hebben al gepraat met verschillende type scholen en we zien scholen waar dat een hoge speelproblematiek is, dan een hele leuke feature van OVCE veel gebruiken. En andere scholen, bijvoorbeeld ASO-school in de Oudenaard, meer landelijk, zal dan een tool gebruiken om eerder de rechtstreeks communicatie met de ouder te doen. In plaats van met lage stickertjes in de agenda te plakken, kan er gewoon een berichtje uitgeput worden. Ja. Oké, okay. Maar dan vind ik wel dat de test dat jullie nu gaan doen, het gaat jullie helpen in feite om je klant echt heel concreet te gaan definiëren. Dus het is in feite in het proces om duidelijk te weten van wij gaan eerst al onze acquisitie op dat soort scholen gaan doen. Voilà, dus dan zou ik u zijn meer in het geel zitten om te zeggen van deze test gaat het echt gaan bevestigen. Ja. Geel? Ja, jullie. Ja. Oké. Okay. Wat ontbreekt er nog zo om het te kunnen gaan... De moeilijkheid die wij hebben, is dat we eigenlijk een platform hebben voor al type toestellen. Ja. Dan gaan we van de beamer die hier staat, tot de stroomgroep, tot zonnepanelen. En ik denk dat het moeilijk is om een perceptie te creëren als je niet in een bepaalde verticale positie zit. Ja. Dus de beste, dat hardware helpt u efficiënt omgaan met uw data, gespecialiseerd in de energiemarkt bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik denk dat daar veel interessanter zou zijn dan nu in breed te gaan werken. Dat interessanter zou zijn om het breed of verticaal? Nee, verticaal, hè. Ja. Ja. Dus dat is nu een beetje de challenge. Ja. Nu gaan we echt die werkplots moeten gaan definiëren en kiezen. Ja. En dat denk ik ook. Anders gaan jullie inderdaad heel veel resources, tijd, geld en zo, verstrooien in feite naar veel verschillende verticals. En dus in feite minder. En een keer dat één vertical heel concreet zit en goed werkt, ga je kunnen zeggen, oké, nu doen we het open aan een andere. En ja. Dus nu inderdaad gaan meten van waar dat het meeste opportuniteiten zijn. En dat kunnen chauffageketels zijn of ontheren. Ja. Oké. Okay. Wie was er dan nog in, voor u bijvoorbeeld? Ja? Niet doen, omdat ik niet perfect weet precies welke mensen geïnteresseerd zijn in het product. Dat kan heel breed zijn. Sommigen die kopen het voor... de redenen van de ecologie en andere gewoon omdat het iets moois en uniek is. Ja. Dus ik vind het moeilijk om daar een precieze persona aan te geven. Ja. Het is geen gemakkelijke oefening, maar het is wel nodig. Ja. Ik heb een beetje een gelijkaardig probleem, omdat wij ook heel veel verschillende producten en diensten aanbieden aan freelancers. Ja. Dus we proberen ons nu... Dus gaan meten van waar ligt een freelancer van wakker, inderdaad. Ja. Dus we hebben dat ook wel bevraagd bij freelancers. Wel 3 categorieën gedefinieerd. Ja. Maar jullie worden dan zo'n soort van aggregatieplatform, reseller van alle oplossingen van AG, van Securex, van Partena, van Omteva, dat jullie gaan aanbieden? Maar dat is eigenlijk ook eerder de emotionele zaken, zoals een bedrijfszaak bijvoorbeeld, een leasingcontract, waar eigenlijk een freelancer redelijk veel tijd in steekt. Ja. Maar waar ook niet altijd heel graag naar bezig is. Ja, oké. Okay. Oké, okay, wilt er nog iemand anders iets kwijt over customer? Nee? Oké. Okay. En je merkt ook dat het is gewoon een heel belangrijk, en het is het eerste punt, van als je daar niet de nodige tijd aan geeft, en je bent al vertrokken en je begint te verkopen, en dan nog, en op een bepaald moment zeg je zoiets van, maar wie is nu voor godsnaam mijn klant? En je gaat dat meer en meer sur mesure gaan doen, en vooral, dat is altijd het probleem ook van SaaS-ideeën, waar je zegt van, we gaan een platform, we gaan dat aanbieden, mensen gaan online komen, een abonnement nemen, en blablabla. En op een bepaald moment ga je merken dat je in feite meer en meer projectmatig bezig zijn met een aantal klanten waar je altijd zaken sur mesure gaat moeten doen, omdat je offer in feite niet past bij één of nadien een tweede of nadien een derde soort klantengroepen. Dus echt wel belangrijk dat je daar de nodige tijd aan geeft. Oké, okay, ik zit hier nu in een fictief project, dus ik ga... value proposition, tweede, en dat is wie dat er juist zei daar, dat is wat... dat was jij? Waar jij? Ik zeg niet, dat is meer de value proposition. Dat was jij, sorry. Het probleem van de klant, ja. Dus de keer dat je weet inderdaad van wie dat die klant is en wat dat zijn probleem, die klant, als je weet wie dat die is en verstaat wat dat zijn probleem is, dan gaat
de klant in feite iets gaan zoeken dat een antwoord gaat aanbieden aan zijn probleem. En hij is bereid om daar geld aan te geven. Dus dat is het. Hè. Want een probleem waar je niet bereid bent voor te gaan betalen, dan is dat gewoon in feite ja, een probleem dat niet zwaar genoeg is of niet belangrijk genoeg is. En dus die value proposition, het gaat waarde, het creëert waarde in feite voor iets dat jij gaat aanbieden. En dat kan zijn, dat kan een commodity zijn, dat kan iets zijn waar dat de klant zich gewoon beter voelt of echt een heel levensbelangrijk probleem gaat aanvullen. Ofwel gewoon ja, mensen die nu de laatste iPhone 10 bijvoorbeeld gaan kopen, ja, dat is niet levensbelangrijk, maar dat maakt hem dat hij past tot een soort groep mensen die dat heeft. Iemand die Louboutin-schoenen gaat kopen, dat is ook, ik geef veel geld uit om ergens in een omgeving van mensen te kunnen passen. Of in een gevoel van, ik heb hier een luxe product. Dus wat is duidelijk de omschreven value proposition dat jullie aanbieden? Bijvoorbeeld bij jullie, uw bouwmeesters. Wat is daar het heel duidelijke? Wat is hun nood? Waar zijn ze bereid voor om te betalen door dat platform? Ja, dus hij zegt van, ik ben bereid om daarvoor te betalen, want in fine gaan we dat ook tijd en geld gaan besparen om dat allemaal goed te kunnen plannen en dispatchen. Ja. Nog iemand anders? Bedenkingen? Ja? Ja, op dat vlak zit ik in mijn geval een beetje misschien een aspect op de zinkant. Dat wordt een gesprek met iemand die dan zei van, hij moest zijn leasingcontract dan eigenlijk samenstellen. En hij kan bijvoorbeeld niet aan zijn budget dat hij recht op heeft voor zijn wagen. Dus dan moet hij bijvoorbeeld een dure optie nemen van dit licht of zo'n dingen. En dan zei hij, ooit zo'n dienst zou ik wel bereid zijn aan te nemen om puur aan mijn budget op jaarbasis te komen. Dus dat is dan al even misschien mensen die al, je ziet het als een luxe dienst dan. Ja. Maar heb je misschien ook werknemers die dan zeggen van, of bedrijven die zeggen, ja misschien is die opportuniteitskost. Ja. Dus dat zijn zo'n beetje die twee vlakken die ik zo ja. Want in feite, wat ik ben nu aan het denken, bijvoorbeeld ik ben zelfstandig. Ik zou dat heel handig vinden in feite, dat ik daar niet zo 2 uur moet gaan zitten, wachten in die garage, zelfs als er koffie, croissants en wifi is. Maar zelf voor een freelancer of een zelfstandige bijvoorbeeld, is dat iets dat wel goed van pas zou kunnen komen. Dat ik me daar gewoon niet mee bezig houd. Dus ik zou wel bereid zijn om daarvoor ad hoc te kunnen gaan betalen voor die service. Dus ja. Zelf als ik niet via een leasingbedrijf passeer. Maar via de bank om mijn wagen in feite te kopen. Dus inderdaad, je zou moeten kunnen kijken van, is dat ad hoc service of is dat enkel in het pakket van het leasing? Ik zou het niet zo direct kunnen gaan. Je kunt dat misschien afleiden van een uurtarief of zo, een gemiddeld uurtarief en een zelfstandige rekening. Ja. En dan kunnen ze wel nog een tijdskosten spullen halen. Ja, maar ja. Dat is ook wel zo het ding. Een advocaat die. Dat is een advocaat die veel per uur aanrekenen. Voilà. Dus de takeldienst voor avocaten. Ja. Zo kun je verder goed. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké. Is het duidelijk voor die value proposition wat dat inhoudt? Maar het moet echt elke keer zijn van waarvoor is die klant bereid om te betalen. Dus de nice to have gaat geen sterk value proposition zijn. Okay. Wie zit er in het groene bijvoorbeeld hierin? Je kunt je value proposition, vaak zijn die twee ook met customer gelinkt. Hè. Als je niet goed weet dat je klant is, maar je zegt van mijn value proposition weet ik door en door, ja, dan klopt er iets niet. Allee. Je kunt niet een heel duidelijke value proposition hebben, waardoor je in feite je niet weet aan welke klant dat je het heel duidelijk gaat verkopen. Dus die twee zijn echt wel sterk gelinkt. Okay. Dus wie zat er in het groene hier? Ja. 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 Vooral dan naar de klanten toe, of de partnerbedrijven. Ja. Die merken ook wel dat ze die freelancermarkt moeilijk kunnen benaderen, omdat die zal daar zo uit. Ja, inderdaad. Die zijn wel geïnteresseerd in leads die dan binnenkomen. Ja.
Oké. En ik denk voor je scholenproject daar inderdaad, een keer dat je die testen gaat doen, gaat het dan... want ik doe alles bijvoorbeeld via Smart School en ik vergeet over het algemeen mijn oudercontacten niet. Mijn kinderen worden uitzonderlijk. Het zijn heel veel ouders dan nooit op Smart School kijken. Serieus? Het lastige is inderdaad met Smart School. Ik heb 3 kinderen met Smart School op dezelfde school, op de dure. Nu, met de punten kan ik wel vergelijken als het mijn oudste zoon is of mijn jongste zoon, maar dat is allemaal... Waarom zouden ze wel op uw platform kijken? Dus maar het voordeel van ons platform is dat de ouders niet naar het platform moeten, dat ze enkel een berichtje zullen ontvangen. Maar dat krijg je ook via Smart School, hè? Je hebt gewoon een push notification, hè? Ja, dan moet je al de app en downloaden. En push notificaties, dus je zou een sms doen. Ja. Dus en Smart School is enkel voor de middelbare school? We hebben gisteren al gesproken met iemand van Klagen en die zei, Smart School wordt amper gebruikt in lagere scholen. Lagere scholen, nee. Het is middelbare... Want nu, middelbare scholen gaan... Vanaf volgend jaar hebben ze zelf geen agenda meer. Dus alles, en de leerling, alles gebeurt via Smart School. Is dat een Belgisch of Nederlands bedrijf, Smart School? Smart School is Belgisch. Belgisch, oké. Oké. Derde punt, channels. Channels met 2 aspecten. Dus communicatiekanalen en verkoopskanalen. De 2. Als je zegt van... Ik weet nog niet hoe dat bij een klant is. Mijn value proposition is niet heel duidelijk. Ga je logischerwijze ook zeggen van... Ja, mijn kanalen zijn nog niet zo goed gedefinieerd. Want om je kanalen goed te hebben gedefinieerd, moet je ook weten waar dat je klant natuurlijk koopt of aanwezig is. Dus de 2. Zowel van waar ga ik gaan communiceren, maar ook hoe dat ik ga verkopen. En gaan zeggen van ik ga verkopen via social media, dat bestaat niet. Dat lukt niet. Okay. Zelf als je zegt van, ik ga via HubSpot heel sterk aan inbound marketing gaan doen en ik ken die door en door. Ja, maar dat gaat het gaan helpen, maar je hebt nog altijd heel een duidelijke verkoopsstrategie en verkoopstechniek nodig die het gaat afsluiten in feite. Dus gaan denken enkel van, ik doe sales en ik verkoop enkel maar online en de klanten gaan wel komen. Dat is een beetje naïef of een beetje zwak. Dat werkt zo niet. Oké. Enkele bedenkingen van jullie? Hoe gaat het bijvoorbeeld bij u? Ja, daar zie ik me... Tevoren zag ik me meer geel of geel tot groen. Hier zie ik me dan meer melkgroen. Omdat het echt specifiek is voor enerzijds hardwarefabrikanten en installateurs van die hardware. Ja. En alle verschillende verticals. Oké, maar wacht, hè. Dus uw platform, zorg dat je... Allee, we gaan vanuit dat je op een vertical werkt van... Zeg eens, wat? Energie, bijvoorbeeld. Dat gaat van de zonnepanelen tot mijn verwarmingsketen. Ja. Mijn gasinstallatie, mijn... noem maar op. Oké. Okay. Wie komt er naar uw platform? De particulier? Wie betaalt er even? Het is geen SaaS-model, dus echt projectbasis. Ja. De hardwarefabrikant... betaalt ervoor en kan eventueel zijn kosten doorrekenen aan zijn installateur. De hardwarefabrikant, dus bijvoorbeeld van Marke, betaalt... Ja. Omdat dat ook altijd relevant is in de consumer sector. Ja. De extra waarde naar een hardwarefabrikant, voor een installateur, is dat je een dienstverlening gaat kunnen doen naar zijn klant. Ja. Waardoor je eigenlijk al die partijen kunt betrekken. Ja. Waardoor je enerzijds kunt focussen op service, want je moet mijn zonnepanelen gepoetst worden om een rendement te halen, want nu zien we een minder rendement dan die we later in het verleden. Ja. Of wanneer zijn die zo hard afgetakeld, die cellen, dat het interessant is om na te denken over nieuwe investeringen. Ja, oké. Okay. Waardoor je een installateur treft omdat die een service kunnen aanbieden, ja. Omdat dat een verdienmodel is. Een hardwarefabrikant in staat staat om te kijken wanneer het er nieuwe hardware zijn en zonnepanelen moet gekocht. Ja, oké. Okay. En waar zitten dan de eindconsument in heel dat verhaal? Moet ik mij ergens gaan inschrijven om in feite mijn zonnepanelen... Nee, de eindklant dus haalt het meeste voordeel uit alles. Ja. Zijn we beter geserviced? Maar ik betaal als eindklant, zou ik voor die service... Zou mijn installateur mij die service kunnen doorfactureren? Kan, maar moet niet. Maar kan in de package zitten. Het is voor u, zodat je meer rendement op de zonnepanelen hebt en niet dat je iets neemt. Nee. En qua energie, sorry dat ik soms wat dieper in een... qua energie, zijn energieleveranciers daar niet al actief mee bezig? Een engine, met smartboxes en... Ja, er zijn er heel veel mee bezig, maar meestal
zijn de fabrikanten, ik denk ook wel, die zijn het heel vaak in de grotere KMO-wereld, enterprise, zijn er vaak al mee bezig. Ja. Die hebben er serieus van geïnvesteerd. Maar dat ligt niet zo de focus. We zien vooral de grote KMO-bedrijven, zeker in Nederland en in Duitsland, die moeilijkheden hebben om die investeringen te doen. We zijn overtuigd dat ons platform die investering voor hen het verlagen. Oké. Okay. Wie zou dan uw klant zijn? Uw eindklant? Is dat bijvoorbeeld die KMO die zegt van ik wil hier gewoon efficiënter met mijn energie omgaan? Fabrikant van lichtreclames. Die zegt van kijk, ik wil weten op voorhand wanneer welke letterstuk is, zodat ik kan bellen aan de klant van hey, letterstuk, past het als we namelijk langskomen, enerzijds. Of anderzijds dat je lichtreclame zo dat het slim gaat werken aan de hand van hoe donker dat buiten is. Om daarover weer okay. Is het dan enkel IoT of is het ook met predictive analytics? Dat is de tweede fase. Dat is de tweede fase, ja. Oké. Okay. Oké, okay. Dat va. Waar zaten we nu? Ah ja, channels. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Hoe defineert je dan precies een kanaal? Want we hebben wel een idee van mensen, klanten en hoe dat wij die willen benaderen. Zeg eens. Ja, we hebben een aantal klanten en we kennen die mensen daar in ons eigen netwerk. En we hebben al contact. Ja, oké. Okay, maar dus voor jullie, als jij zegt nu, want wij hebben al een bestaande klantenbase, dat platform gaat ofwel een product zijn dat we gaan aanbieden met een on-top-off fee dat de bestaande klanten kunnen gebruiken, ofwel willen we ook met dat platform breder in de markt gaan. Dan hebben we inderdaad verkoopsmensen nodig. Dan ga je zeggen van oké, we gaan outbound gewoon cold calling gaan doen. Ik heb gewoon mijn accountteam of mijn projectbegeleiders van jullie bedrijf gaan in feite het platform zelf gaan verkopen aan onze bestaande klanten. Met een mailing gaat dat misschien gewoon genoeg zijn. Gaan we een keer een demoavond gaan doen? Gaan we gewoon online zorgen van met een push? Dus echt gaan kijken van oké, hoe gaan we dat gaan verkopen? Gaan we een reseller vinden bijvoorbeeld? En ik ken er zo'n aantal bedrijven die zeggen van nee, we gaan eerst was het inbound, dan nadien, oei ja, ik heb toch wel een beetje verkoopswensen nodig, dus nemen we dan verkoopswensen. Eerst junior mensen, dan zeggen ze dan ja, het is in feite, het moesten geen juniors zijn, het moesten seniors zijn. En dan zeggen ze van in andere landen ga ik gewoon met een reseller gaan werken. En dan merk je dat die reseller in feite niks aan van zijn commitments waarbrengt. Dus echt gaan denken van hoe ga ik het zeker in de eerste fase en dan tweede fase het verkoop gaan genereren van die service. Je kunt dat wel zien als, want wij richten ons nu op een heel specifieke markt om te bewijzen dat het werkt. En dan willen we het verder naar andere sectoren brengen. Ja, wel, voilà. Maar als je naar andere sectoren gaat brengen bijvoorbeeld, ja, hoe ga je het doen? Dan moet je opnieuw, ja, want nu zitten we in een andere fase als we het zouden uitdagen. Ja. Want nu zou je kunt antwoorden nu, voor onze specifieke markt weten we redelijk goed waar we naartoe gaan. Maar als je het Dus, en dat is ook belangrijk bij een Pimentomap, is als je die Pimentomap doet, dat is op de situatie van vandaag. Ja. Dus het project van vandaag. Als je zegt van ja, maar nadien willen we dat dan gaan doen en dan gaan we breder, dat is de volgende Pimentomap. Dat is niet van het idee dat je nu hebt. Dus dat was ik vergeten te zeggen ook in het begin. Bij het maken van die Pimentomap nu moet je duidelijk weten, ik ga dit concreet, de concrete situatie gaan assessen. En niet, en we gaan dat in andere dingen zien, van uw klant is uw klant van vandaag. Niet de klant waar en later zou ik graag aan die klant gaan verkopen. Dus echt de situatie van vandaag. Okay? Bij u bijvoorbeeld. Ik ben er nog niet altijd goed aan uit van het recupereren van dat materiaal. Voor bouwmateriaal, als ik het goed verstaan. Sorry, hè. Dat ik het, ja, dus, ja. Ik weet eigenlijk niet welke ik nu goed moet aannemen. Nu, met dat materiaal, heb ik zelf producten ontworpen die ik nu verkoop via workshop en via winkels. Wat bijvoorbeeld als product? Lampen. Ja. Lampenkappen. Ja. En een andere mogelijkheid is grotere bedrijven die hun eigen producten maken om het materiaal aan hun te verkopen. Oké, het kan als grondstof gebruikt worden of je kan al een eindproduct kopen. Ja, en dat is uiteindelijk het doel, om zoveel mogelijk uit de stort te halen. Dus om andere bedrijven, mensen te gebruiken die dat materiaal nieuwe toepassingen geven. Oké. En dus... Dus hier moet jij inderdaad die Pimentomap maken op één soort klant. Ja. Dus niet de klant die in de winkel een lampkamp gaat kopen, ofwel. Of op de klant waar je zegt, van die klant gaat in feite mijn... Die grondstof gaan kopen om zelf productie te gaan. Dus je moet ergens één van de twee kiezen. Ik ga dat daarmee verder nu.
Met de tweede, grondstof. Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar inderdaad ook die verkoopskanalen van via welke kanalen moet je zeggen van koop die klant zijn grondstoffen aan. Daar ga je in feite ergens aanwezig moeten zijn. En kan dat op dit manier, als het een grote klant is, op contractbasis zijn? Is dat een kanaal? Ja, je kunt zeggen van, ik ben niet zo van die wereld, maar je kunt zeggen van ja, er kan een minimum per contract zeggen van oké, die klant koopt sowieso of garandeert dat hij zoveel ton per jaar koopt aan dat materiaal. Ik weet niet hoe dat functioneert in die wereld. Is dat zo? Dat zou kunnen. Over het algemeen is dat zo, ja. Ik heb een vriend bijvoorbeeld die in alles wat dat met siliconen voor boten en voor havens en zo werkt, die heeft inderdaad contracten waar dat hij weet van bepaalde bedrijven garanderen dat ze zoveel ton in siliconen of in één jaar kopen. En dan weten zij ook van hoeveel productiecapaciteiten dat ze gaan moeten hebben over het jaar. Ja. Dus dat zou inderdaad kunnen zijn. Dus, maar dan zit je dan met een verkoopsteam of zit je dan met een reseller waar die bedrijven hun materiaal gaan kopen? Zit je dan in een B2B? Allee, dus inderdaad, daar zitten... Ja, B2B, dus zij zouden producten maken voor in een huis of... Ja, maar dan nog, hè. Want jij zegt B2B2C, je zou B2B2B2C kunnen zetten. Want jij zou heel goed je grondstof kunnen gaan kopen aan iemand die grondstoffen, of de waaiere grondstoffen, verkoopt aan bedrijven die het bouwen of die het maken. Versta je? Dus grossisten in feite, waar dat de verschillende materialen zijn. En waar je zegt, van, dat is gemakkelijker dan ik, naar de soort van reseller in feite. Ja. Oké. Duidelijk voor iedereen. Wie zit er in het groene hier? Geel? Oké. Geel voor u? Ja? Ja, sorry. Nee, jij had even de namen een beetje. Ja. Geel? Ja. Ik heb groen gezet. Ah, groen. Omdat we wel kunnen weten via welke kanalen we de klanten kunnen bereiken. Zoals scholen voor type 8 onderwijs of specifieke scholen voor personen met autisme of een verstandelijke beperking. Dus we gaan via verschillende groepen eigenlijk de klanten contacteren om dan met hen te verkopen dan. Om dan via informatiesessies effectief nog de extra uitleg te geven en dan die verkoop of de contract af te sluiten. Ja, oké. Okay. En dan het laatste van die... Zijn er nog vragen? Nee, had ik ergens? Nee. Okay. En dan het laatste, het imago. The image of your business, image of your communication, of your product. Dus heel het imago verhaal daar rond. Dus how your customers see you. Is dat duidelijk? Is dat ook fysiek? Dus, dat kan heel breed zijn. Bijvoorbeeld, en zet een keer je eigen in de schoenen van een klant. Hoe zie jij bijvoorbeeld... en dat is heel duidelijk in heel de wagengamma's. De perceptie dat je hebt van een Citroën, een BMW, een Lexus, een Tesla. Dus bijvoorbeeld een Volvo. Volvo gaat spelen op security, op gezin. En het veilig zijn van... BMW gaat meer gaan spelen op status van betaalbare luxe of racing. De Lexus gaat meer op status, maar dan van iets oudere mensen die meer op een... Dus, hoe je overkomt. Ja, hoe je overkomt. En dus bijvoorbeeld de wagenindustrie speelt heel sterk op heel dat imago. En mensen percipiëren dat ook zo. Hetzelfde ook, kijk, imago bij Apple bijvoorbeeld. Daar is het een en al imago gewoon. Van hoe dat zij... Je gaat nooit niet in één keer een webpagina van Apple gaan zien, omdat het roze en rood en... Het is altijd hetzelfde. Alles is altijd vanaf het begin al heel duidelijk gedefinieerd. Oké? Dan. Dus we hebben hier die vier pijlers. Zijn er vragen? Nee? Dus die vier pijlers, eerste pijlers hebben gedaan. En dan revenue en kostenstructuur. Aan jullie nu om te zeggen van vandaag, voor mijn project, heb ik heel duidelijk al uitgetekend van wat mijn revenue structuur gaat zijn. Werk ik met een abonnement? Werk ik met een recurring? Werk ik met een setup fee? En dan nadien ergens een recurring monthly, waar dat ik weet van... Werk ik met een contract met een minimum guarantee van bestelling
dat ik weet van, oké, waar gaan die mensen ook gaan kopen en dan kan ik mijn capaciteiten ook gaan aligneren. Dus hebben jullie een duidelijk zicht van hoe dat de mensen, met welke recurrentie ook, dat die mensen gaan betalen voor je service? En vooral ook, niet gewoon zeggen van, dat is mijn prijspunt en ze gaan zoveel betalen. Nee, ook gaan weten van welke recurrentie. Gaan ze bijvoorbeeld voor SaaS, ga ik ook zeggen van een upfront, van als je bijvoorbeeld je 12 maanden ineens gaat betalen, ga ik zoveel discount gaan geven. Is het mogelijk om per maand te gaan betalen, of per 2 maanden, of per 6 maanden, of enkel per jaar. Dus in feite een heel die... Want dat gaat u gewoon helpen ook in uw financieel model om te gaan... duidelijk gaan meten van welk gaat mijn cash-situatie zijn in uw project ook en in uw bedrijf. Oké? Is dat duidelijk? Ja? Ja? Kun je het al gevalideerd zijn met de markt? Als je zegt van het is groen, dan moet je ergens wel een validatie hebben dat de mensen zeggen van ja, ik ben daarvoor bereid om te betalen. Maar dat heeft te maken dan ook met je value proposition. Hè? Dus bij jullie, wat is het model in feite van de Smart School? Wat betalen scholen, weten jullie dat? Dat is afhankelijk van het aantal diensten dat de school neemt in de Smart School. En in de Smart School scoren daar bovenop. En dat is een aantal euro per leerling per jaar. Oké. Dus voilà, dat is ook belangrijk. Van, is het per leerling? Ik ken bijvoorbeeld ook een bedrijf en... wat was het probleem weer? Ah ja, ze verkopen een platform waar dat de retail, bijvoorbeeld Carrefour, om het even, reviews, Google reviews kunnen gaan managen, zelf inbound marketing kunnen gaan posten op de verschillende kanalen van promoties. Dus ze kunnen het allemaal managen. En dus hun model was, ja, per user van het bedrijf gaan we laten betalen. En op een bepaald moment heb je zoiets van, is dat nu wel een goed idee? Want gestraft in feite bijna het bedrijf om het... Hoe meer ze het gaan gebruiken, hoe meer ze gaan moeten betalen, hoe meer ze gestraft worden. Dus is het niet interessanter om te zeggen van, je hebt een all-in en dan daarin doe je wat je wilt. En dus echt gaan kijken. En soms hebben bedrijven ook zoiets van, kijk, ik heb liever een pakket. Laat me gerust nadien dan elke keer per... voilà. Maar inderdaad, is het per user, is het per volume, is het per... Dus al dat soort zaken zijn belangrijk om te gaan weten van waar gaat mijn revenue en in welke modellen ga ik zetten in feite op mijn revenue. We hebben een combinatie tussen beide, een PSV en dan een afname, ja. Dat we geen marges willen nemen op onze afname, inderdaad, zoals je zegt. Ja. Anders worden we gestart. Voilà, ja. Als we het product hier gaan gebruiken. Dus daar hebben we wel al een goede focus. Maar de hoeveelheid dat we gaan kunnen vragen van die scholen, dat staat nog niet vast, omdat we dat nog niet kunnen valideren. Voilà, maar dus dat is een heel goed aspect, een heel goed punt. Je weet... het structuur, uw revenue structuur, maar het valideren nadien van de exacte waarden, gebeurt dan nadien naar de klant. En probeert elke keer te gaan denken van hoe zou ik me voelen als ik dat aangerekend krijg. Of als je zelf ergens een dienst gaat nemen, soms heb je zoiets van, hoe kan dat nu? Dat is gewoon absurd. Dus zelf ook gaan zeggen van wat zou mijn gevoel zijn, zou ik klant worden van mijn eigen in feite. Ja. Oké. Okay. En dan kostenstructuur, hetzelfde. Van wat zijn uw setup kosten, uw start-up kosten, maar ook nadien, wat zijn de recurrent kosten dat je gaat hebben? Wat is je cost of sales? Wat is je dus echt het gaan berekenen van de verschillende, het in kaart brengen van de verschillende kosten dat je hebt vandaag, de situatie van vandaag? Is dat allemaal goed uitgekaart? Als je zegt van ja, maar binnen 5 jaar zou ik graag internationaal gaan, dan moet je nu vandaag nog niet van wakker liggen, dat zullen we wel zien. Oké? Okay? Duidelijk? Oké. Die 6 eerste punten in feite, wat we gezien hebben, dus die 4, en dan uw revenue en uw kostenstructuur, geeft de maturiteit van uw model, hoe dat het vandaag is. Dus, geen probleem. Maturiteit van, je zei bijvoorbeeld, wie was er juist opgestart? Bijvoorbeeld, jij bijvoorbeeld? Ah, voilà. Dus, als je zegt van... maar dat is heel goed. En zelf zou er zelf rood moeten inzetten. Dus als je zegt, als je pas gestart bent, of aan het starten bent, of je hebt het gewoon het idee, dan is dat normaal dat er hier nog veel... Maar je weet dan heel duidelijk, oké, dat zijn echt wel de 6 punten die op maturiteit van vandaag belangrijk zijn om te gaan meten. Als je nu zegt, van ik ben al 10 jaar bezig en daar zit nog heel veel rood en oranje in, dan is het inderdaad wel
nodig dat je daar op die punten sowieso direct kunt gaan rechttrekken. Dus maturiteit, pas gestart. Voilà. En hier ook in de maturiteit ga je kunnen gaan kijken van de cruciale aspecten die belangrijk zijn als je zegt van het wordt tijd nu dat ik een volgende stap ga gaan, die moeten goed zijn. Oké? Dus dat is echt heel korte termijn, dat is vandaag. Dan gaan we beginnen met het eerste linkse kwadrant, je customer pain. Dus customer pain heeft ook natuurlijk te maken met je value proposition en je klant. Customer pain is, daar ligt je klant van wakker. Ik ga met mijn value proposition iets kunnen gaan aanbieden, wat dat heel duidelijk omschreven is bij die klant. Wat is voor jullie een verschil tussen een pain en een gain? Customer pain en de customer gain, hebben jullie de twee al gehoord? Wat zou voor jullie het verschil zijn? Ik mocht een voorbeeld geven. Ja. Ja, ik denk dat je dan moet bepalen van hoe kan ik die extra meerwaarde creëren dat die klant echt ook meerwaarde voor mij creëert en niet enkel. Ja, inderdaad. In een B2C, en daarmee, er zijn meer B2B-projecten in feite dan B2C vaak. Want ja, die B2C zitten vaak gealigneerd bij een aantal grote bedrijven. En inderdaad, het aanbod dat er is voor een eindklant is gigantisch. En dus vandaag ga ik die koek gaan kopen en morgen koop ik gewoon een andere koek, omdat er een promo is. Dus die volatiel, of hoe zeg je dat? Dus die gaan ook... Dus je moet echt die meerwaarde hebben dat ik als eindklant, zeker in B2C, ga blijven bij een dienst. Ja. Het enige is, ik vind toch B2B inderdaad, mensen veranderen niet zo snel van leverancier of van dienst, maar het kan wel heel duur zijn en ook heel lang duren alvorens dat je een B2B-klant hebt. En dat is vaak ook zo bij mensen die platformen doen en die zeggen van, voilà, ik heb een B2B-klant en ik ga enkel naar de grote. Dus ik wil dat KBC mijn klant wordt en BNP en ING en noem maar op en Engie en Luminous en noem maar op. Maar die zijn dan inderdaad bezig gedurende 6, 9, 1 jaar soms, alvorens dat die klant getekend heeft. En dan nadien is het getekend en dan zitten met 3, 4 maanden. Dat is ook nog iets dat belangrijk is in je revenue. Wanneer betaalt die klant? Wat zijn hun betalingstermijnen? En er zijn heel veel bedrijven die gewoon moeten stoppen, omdat het is niet dat ze gewoon geen betalingen hebben die gaan komen. Dus er zijn heel veel bestelbonnen die getekend zijn, maar ze hebben gewoon die cash vandaag niet. En dan moet je je leveranciers gaan betalen of de mensen die voor u gaan werken. En op een bepaald moment is er gewoon een cashflow-probleem. Dus ook duidelijk gaan kijken van, heel grote klanten is wel goed, maar alvorens dat je die binnenhaalt, wanneer dat die ook betalen, is soms gevaarlijk, omdat je gewoon heel lang bezig bent, alvorens dat die getekend hebben en dat die betalingen een keer een aantal diensten of prestaties gebeurt, ook op je rekening zijn. Dus een gezonde klantenportefeuille van heel groot, middengroot, is vaak aan te raden. Maar pain and gain, dus dat is een aspect dat belangrijk is inderdaad, wat dat jij zegt. Maar dat is ook bijvoorbeeld als voorbeeld de eerste smartphone. Daar was duidelijk ook een pain van. Ja, elke keer, alleen. Het is niet dat er dan al heel veel breedband was, maar het feit dat je zegt van nu kan ik mijn smartphone en mijn mails en heel veel dingen gaan doen dat ik niet meer op mijn computer moet gaan doen, er was duidelijk wel een pain. Terwijl dat een iPhone, een nieuwe iPhone elk jaar, is meer een gain, is iets dat je eraan wint, maar die meer in een andere perceptiesfeer zit, dan echt duidelijk een pain te gaan beantwoorden. Oké? Okay? Je kunt er ook terug zeggen met wagens. Een wagen kopen antwoordt inderdaad wel ergens aan de pain, omdat je zegt van, ik ben mobieler en ik kan veel dingen gaan doen. Maar gaan zeggen van, ik ga een Tesla gaan kopen, dat is dan meer een gain van iets dat je zegt van, ik wil daar aan toe behoren of ik vind dat een andere manier van omgaan met wagens en elektriciteit en alles, dat belangrijk is. Voilà, dus. Ja,
Dat is een... Is het wel heel belangrijk voor een start-up om puur op een pijn te focussen en niet... Ja. Okay. Ja, voor een start-up is het belangrijk om op een pijn te gaan antwoorden, omdat jullie niet de nodige... En we gaan het zien met de financiën. Jullie hebben niet de nodige resources, zowel mankracht als financiële resources, om die pijn te gaan creëren in feite. Of om sterk en zwaar te gaan marketen, om te zeggen van... Er is een gain voor die klant. Apple kan dat doen. Apple die zegt inderdaad, en die gaan gigantisch veel minder gaan doen om die pain bijna die gain bijna een pain te gaan doen. En dat de mensen van wakker liggen om te zeggen van, oh, ik heb die iPhone nodig, terwijl dat de vroege iPhone heel goed werkt. En jullie hebben gewoon als starter die resources niet om te gaan zeggen van, ja, het is een gain, maar... En je gaat ook dus heel veel en tijd en middelen gaan verspillen door die mensen te gaan zeggen van, ik ben echt zeker dat je dat nodig hebt. Dat is zo bijvoorbeeld in een bedrijf dat ik, waar dat ik zelf ook als investeerder in zit. En die deden, en die doen nog altijd, en ik vind dat super mensen, alles wat dan met customer advocacy en brand advocacy en ambassadorship en zo te maken heeft. Die zijn al jaren bezig. En inderdaad, die waren gewoon te vroeg op de markt. Dus er was nog geen pijn. De mensen wisten wel iets van, ja, word of mouth, dat is belangrijk, maar... Ja, allee, ik versta het niet zo goed. Het is een beetje ingewikkeld. En hoe kunnen mijn klanten dan nieuwe klanten maken? Ja, loyalty bestond zo een beetje, maar het was toch in feite vaag op de markt. Dus ze zijn in feite heel vroeg aan het prediken. En dat is echt wel evangelisatie. En als je te vroeg bent, is het ook niet goed. Dus we gaan zien ook nadien op market timing en marktfase. Soms, en het zijn er die daar heel goed zijn, maar dat ze een aantal bedrijven laten evangeliseren en zij lanceren het project juist op tijd om in feite, als de markt klaar is, geëvangeliseerd is, de klanten, de low-hanging fruits van die klanten te gaan oppikken. Dus gewoon heel duidelijk weten van, oké, in welke fase en market timing zit ik met mijn idee? Is het te vroeg of inderdaad is het misschien te laat, waar je zegt van, er zijn al zoveel mensen die op die pijn een oplossing hebben aangeboden. Ga je gewoon het uniekness van wat jij gaat aanbieden nog zwaarder moeten zijn. Dus. Okay? Te vroeg is nooit niet goed. Dus als je zegt van concurrentie, en we gaan het zien nu in het volgende. Dus eerst customer pain. Is dat voor iedereen duidelijk? Wat bijvoorbeeld voor je materiaal, wat zou die pain kunnen zijn? Van, is dat het feit van reuse? Want je zit inderdaad wel in een moment toe, maar dat de mensen zeggen van ja, hier is circular economy en zo. Dus het leeft nu wel meer en meer. Ja. Ja, dus hoe ik de pijn van die klanten zie, is dat zij materialen nodig hebben die hun bedrijf meer duurzaam gaan maken. Ja. En waar ze circulaire producten mee kunnen maken. Ja. En daar zijn niet veel materialen, en zeker niet veel nieuwe materialen voor aangeboden, ja, voor hun om dat te kunnen doen. Ja, ja. Dus inderdaad, ja. Bijvoorbeeld, Decathlon is een van mijn klanten. En we hebben een workshop mee gedaan. En zij zeiden van, ja, wij voor ons in de top 3 van hun projecten voor de komende 5 jaar, was juist het reuse, een hele circular energy economie. Waar dat zij zeggen van, wij willen dat er zoveel procent van onze productie binnen dit en 5 jaar, ik zeg om het even, ik weet niet meer hoeveel dat was, maar door materiaal, dus recoup materials, zijn. Dus voor hen was dat gewoon top of priority. Dus inderdaad. En daar is niet gewoon een gain, daar is het voor hen wel een heel strategische stap. Oké. Okay.